Wij bouwen in Nederland veel veel torens. En ik heb het nooit over de hoogte van een toren. Die hele discussie wil ik helemaal niet aan. Ik bouw een toren en vervolgens gaan we het over hebben hoe die toren past in het stedelijk beeld en hoe die toren past in de volumes die er zijn. En als je daar een consensus over bereikt, dan heb je een toren en dan later kan je benoemen hoe hoog die geworden is. Dus dat is... Ja, werkt het goed. Ik vertel u alleen maar een beetje uit mijn dagelijkse praktijk. En als die meneer zegt dat is allemaal niet waar, het is wel waar, want het is mijn dagelijkse praktijk. Hier, ja, dus dan moet dat wel bijna kloppen. Of ik zit te liegen, zou dat nog kunnen. En dan gaan we even niet vooruit. Nee, deze hele discussie over hoogbouw en verdichting is het verwarren van dingen met elkaar. Dus het is verschrikkelijk onverstandig om een rapport te maken en vervolgens verdichting, wat een onbegrip is, en hoogbouw met elkaar, wat ook een ongedefinieerd begrip is, om die nog eens een keer met elkaar te mengen. Je krijgt een totale warrige discussie. Ik kan het ook nu al niet meer volgen, maar dan nou snap ik het waarom ik het dan niet meer kan volgen, want het ligt aan de woorden. Maar waar hebben we het hier dan over? Nee, maar... Met het plaatje van Koolhaas, ja. Daar sprak ik jou. Koolhaas die zegt, hoogbouw en verdichting, hij zegt zelfs heel extreem. Kijk, wij zeggen, het hoeft niks met elkaar te maken, maar hij zegt, het heeft niks met elkaar te maken. Van die stelling. Ja, ook onzin. In Manhattan wonen de vierkante meter heel wat meer mensen dan hier. Hoor. Dat is veel hogere dichtheid en dat is alleen mogelijk. Kijk, in Nederland is het heel eenvoudig. Dan zal ik een lesje dichtheid geven. In Nederland wordt de dichtheid voornamelijk bepaald door de parkeeroplossing. Als je gewoon op de begane grond wilt parkeren en nog een beetje buitenruimte wilt hebben, dan is het gewoon 25 woningen per hectare ben je klaar. Wil je hoger gaan naar 40, 50, 60 woningen, dan red je dat al lang niet meer met één gezinsbouw. Dan moet je naar gestapelde bouw gaan en moet je alles bebouwd parkeren. En vervolgens ga je tot hele grote dichtheden gaan als je alle parkeren mag oplossen en de openbare ruimte wilt. Ik woon hier vlakbij het project van de profiel. Dat heeft een enorme dichtheid. Toch een hele grote openbare ruimte, maar alles gestapeld en al het parkeren. Dus het is, ik vind die hele discussie hoogbouw niet en er tegen. Ach jongens, een stad is altijd in beweging, al eeuwenlang als je echt de geschiedenis kent, weet je. En die stad moet je blijven intensiveren. Dus ik wil niet gebruiken verdichten, maar intensiveren. Intensiveren is een heel proces om een stad gezond te houden. Oké, maar nou wordt het een woordendiscussie. Ik wil graag een onderscheid maken tussen wonen in appartementen en wonen in hoogbouw. Voor appartementen is natuurlijk best een hele goede markt in Den Haag. Het grootste deel van Den Haag bestaat uit appartementen. Maar dan wel in appartementen in middelhoog gebouw. Dus dat wil zeggen 5, 6 lagen, uitschieters tot 8. Dat is het grootste deel van Den Haag. En als je het over hoogbouw hebt, dan heb je het over meer dan die 8 lagen. En dat is dus in wezen, naar mijn idee, voor woonbebouwing in woonwijken niet de eerste keus. Maar kunt u uitleggen waarom dat niet de eerste keus is? Voelen mensen zich daar niet prettig? Is het vervelend om er tegenaan te kijken? Word je er depressief van, zoals jullie schatten? Wat is de... Laten we onderscheid maken tussen kantoortorens en woontorens. Jij hebt het nou over woontorens? Nee, ik heb het alleen over woontorens. U hebt het over woontorens. Want kantoortorens is best. Is prima. Niks op tegen. Maar voor woontorens, die in woonwijken zouden moeten komen, daar heb je een heleboel problemen. Je hebt problemen met het feit dat er geen goede buitenruimte meer mogelijk is in een stad waar het zoveel waait als in Den Haag. Je hebt het probleem dat er geen goede buitenzonwering mogelijk is, omdat die eraf waait, waardoor je dus altijd in die broeikastoestanden zit. Je hebt het probleem dat het inderdaad voor gezinnen en voor een heleboel andere mensen tot een vervreemdend effect leidt, omdat je veel te ver van de bewoonde wereld, van de stad af bent, van de begane grond af bent. En je hebt vooral het probleem van de omgeving. Direct in de omgeving van echte hoogbouw, dus hoger dan 8 lagen, is de begane grond niet meer echt bruikbaar. Daar is het gewoon één grote windtoestand, tochtwind. Ga maar eens op lijn 9 staan wachten, naast de Hoftoren, en je weet precies wat we bedoelen. En dat is dus zelfs het geval al bij ietsje hoger dan 8 lagen. Bijvoorbeeld in het door Kuipers hier op de Monchietplein, waar is één torentje in van 15 lagen, dus 45 meter.
En ook daar is de begane grond daarnaast is niet meer bruikbaar. Er is juist de openbare ruimte is juist daar gesitueerd om vriendelijk openbare ruimte te hebben. Maar is niet bruikbaar omdat het er altijd vreselijk tocht. Okay. Woongebouwen die tot 10 à 15 lagen zijn, die zijn allemaal bewoond. Voor zover ik weet wonen de meeste mensen die daar wonen daar tot redelijke tevredenheid. Er zijn geen extreme verhuisbewegingen van mensen die daar na 1 of 2 jaar weer vertrekken omdat ze hopeloos depressief worden. Dus mijn indruk is dat de praktijk bewijst dat er heus wel mensen zijn die in zo'n woning willen wonen. En ja, wat dat betreft is de praktijk natuurlijk ook wel vrij machtig als het strijkijzer vol staat met luxe appartementen die niet verkocht of verhuurd worden. Dan zal je heus geen projectontwikkelaar vinden die een volgend soortgelijk appartementcomplex zal gaan bouwen. Dus dat komt er dan dus ook niet. Om even bij de eerste spreker te beginnen over de vraag zeg maar, of je van tevoren een visie moet hebben en gebieden zeg maar, definieert waar het geschikt is of waar juist niet. Dat was de eerste spreker die zei van nou dat hoeft voor mij niet zo en we kunnen dat gewoon per geval bekijken. Dat ben ik het niet met hem eens. Ik denk wel dat het belangrijk is. Hoogbouw is een aparte categorie van bouwen. Het brengt een bepaald soort problematiek met zich mee. Op de grond, vergrote bewegingen zeg maar, qua verkeer. Parkeeroplossingen moet je voor zorgen. Het heeft met bezoning te maken en met schaduw en dat soort zaken. Dus ik denk dat ben ik niet met hem eens. Dus ik vind dat je daar een visie op moet hebben. En dan ben ik het wel eens met Frank Poppen, wanneer hij zegt van de markt zal daar ook zelf wel een corrigerend mechanisme. Maar als we op dit moment kijken naar Den Haag, naar de woningmarkt en waar vraag naar is, dan moeten we wel constateren dat er veel appartementencomplexen leeg staan, appartementen staan leeg en dat er veel vraag is naar grondgebonden woningen. We hadden net in het plaatje zagen we gezinnen. Ik denk over het algemeen dat gezinnen meer behoefte hebben aan een grondgebonden woning met speelvoorzieningen voor kinderen, etc. Dus steden hebben de neiging omhoog te worden. In de hele wereld, overal. En er moet een noodzaak zijn, een urgentie om wat hoger te bouwen dan je aan het bouwen was. In Taipei hebben ze iets heel merkwaardigs gedaan, dat is in Taiwan is dat. En daar hebben ze een hele grote stad, wat ongeveer de hoogte van Den Haag heeft. Daar hebben ze één gebouw van 500 meter neergezet. En dat is een vals symbool. Ja, hoogbouw kan ook zo'n functie hebben. Maar verder is er niets op tegen om hier en daar wat hoger te bouwen dan de omgeving. Ja, maar u gaat nou toch voorbij aan hele belangrijke, in Nederland belangrijke van de ruimtelijke ordening, nota's, het beschermen van het groene hart, niet overal alles vol willen plempen. Dat zijn toch noties die je als stad serieus doet? Nee, maar dat is nu gooien we weer heel veel dingen op elkaar, groene hart en openhouden enzovoort. Zorg ervoor dat je je stedelijke gebieden heel intensief bebouwt. Als een algemeen middel. Hoe je dat voor elkaar krijgt, nou ja, ik denk dat het heel verstandig is om je stedelijke gebieden heel intensief in hoge dichtheid te verbouwen. Ik maak me daar niet zo druk over en in de hoogbouw kan je schitterend wonen. En het is zelfs de stichting Hoogbouw, dat betreft een onverdachte instantie, die aangeeft dat hoogbouw geen extra dichtheid geeft ten opzichte van 6 tot 8 lagen. Vind ik niet dat je van alle plekken moet los van de hele context en de omgeving moet zeggen nou we gaan daar naar kijken en we zien wel of het hoogbouw, of middelbouw of laagbouw wordt. Want wat dat betreft moet je denk ik als stadsbestuur wel een beetje een visie hebben over waar dat echt de hoogte in kan en waar wat minder en in welke omgeving wel en in welke omgeving niet. Maar ja, er zullen omgeven plekken zijn zoals het strijkijzer waar hoogbouw, althans wat we in de Nederlandse context hoogbouw noemen, een hele efficiënte oplossing is om de ruimte die er daar is op een goede manier te benutten. Nu heb ik een heel groot gezin en nu woon ik in een huis met een tuin. Ja. Let it be, ja. Is toch mooi? Ja. Als dat aanbod allemaal aanwezig is. En voor mij is het geen discussie. Dan herken ik helemaal wat appartementen wonen, omdat je ook speelruimte wil hebben. Je wil stallingsruimte hebben voor je bakfiets tegenwoordig. Dat is heel goed, hè? Mensen willen in de auto met een bakfiets hebben. Daar moet je ook de ruimte voor hebben. Dat heb je in een flat, heb je dat veel minder. En kijk, de discussie moet dus inderdaad ook zijn. Hoogbouw is geen doel op zich. Hoogbouw daar waar het nodig is. En ik denk dat met name voor kantoorpanden kan het een hele goede uitkomst zijn. Gedeeltelijk ook voor woonfuncties. Is dat heel goed. Maar ik denk de discussie over Den Haag is, maar dat is een andere discussie eigenlijk. Want wat voor soort type woningen willen we hebben?